voor de waarom-vragen. En het doel daarvan is 1. Waarom-vragen kunnen maken. En het tweede, bijleren door de antwoorden op de waarom-vragen. Enkele voorbeelden om eventjes duidelijk te maken wat ik bedoel. Jongetje vraagt, waarom mag ik niet naar oma en opa? En zijn moeder antwoordt, omdat het coronavirus hen erg ziek kan maken. De jongen weet niet waarom hij niet naar oma en opa mag, maar door het antwoord van mama, omdat het coronavirus hen erg ziek kan maken, heeft hij iets bijgeleerd. Wat heeft hij bijgeleerd? Dat hij niet naar oma en opa mag, omdat hij hen anders kan ziek maken. Het volgende. De jongen vraagt zich af, waarom moeten we leren met filmpjes en niet in de klas? Hij weet nog niet waarom hij dat moet doen. Zijn moeder antwoordt, omdat de scholen nog niet open mogen. Zonder die filmpjes kan je geen nieuwe dingen leren. Dus voor de vraag wist de jongen nog niet waarom hij moet leren met filmpjes. Maar door het antwoord van moeder weet hij nu wel waarom hij moet leren met filmpjes. Kort uitgelegd. Maar nu is dat jullie. Wat hebben jullie nodig? Neem eerst en vooral jullie werkboek, blok 5 en 6, pagina 52 tot 54. Kijk goed, want jullie hebben twee boeken van taal. Het werkboek en kijk op de voorpagina, blok 5 tot 6. Je ziet hier een voorbeeldje hoe je werkblad er moet uitzien. Als je op pagina 52 tot 54 iets anders hebt zien staan, dan ben je fout.